Nou, partijen hebben daar samen over gesproken. Het is op tafel gekomen. En uiteindelijk is gebleken dat de wens van iedereen was. Een gedeelde wens. Gedeelde wens van alle Almeerders overigens ook. We gaan nu echt kijken hoe het kan. Dus we gaan niet meer kijken waarom het niet kan. Maar hoe kan je het oplossen? En ja, daar kan ik eerlijk over zijn. Twee nieuwe partijen brengen dan natuurlijk wel iets nieuws met zich mee. Het heeft toch wel lang geduurd, die onderhandelingen. Hoe komt dat? Ja, ik weet niet of het lang heeft geduurd. Kijk, in half november en december heb ik twee rondes van verkennende gesprekken gevoerd. En daar is uiteindelijk uit voortgekomen dat de vier oude partijen, de zittende partijen, met CDA Leefbaar verder gaan. Kijk, vervolgens ga je met elkaar aan de slag over moeilijke onderwerpen. Wonen, heb ik al eerder genoemd. Floriade. Dat is niet in een middag beslecht, want daar verschillen partijen ook behoorlijk van mening over. Dus om dat bij elkaar te brengen, en dat is wat ik heb geprobeerd als voorzitter, als gespreksleider. Hoe zorg je er nou voor dat partijen ook over hun schaduw heen willen stappen? En naar elkaar willen luisteren en zeggen, oké, hier gaan we wat van maken. Met welk gevoel staat u hier? Eerlijk dubbel. Ik vind het nog steeds jammer dat de oude coalitie is gevallen. Dat is niet goed, dat hoort niet te gebeuren. Maar ik ben natuurlijk opgelucht dat er nu een nieuwe coalitie is. En in de rol van verkenner, dat was best spannend af en toe. Ik dacht, oh jee, als het niet lukt, dan zit de stad niet op te wachten. Dus ik ben vooral opgelucht en ik ben vooral tevreden dat we nu, en ik spreek ook echt de hoop uit, dat die partijen 2 jaar keihard aan de slag gaan.